Het kammen van kroeshaar maakt het hoofd kaal en is kroeshaar daarom niet om te kammen. Dit komt zaterdagavond naar voren tijdens een talkshow van stichting Grani Fiti Umoi Missie voor het dragen van het authentiek kroeshaar. De focus op deze avond was gelegd op het dragen en verzorgen van dreadlocks. Gastspreker Saskia Contino zegt dat mensen met dreadlocks geen haarkam hoeven te gebruiken. Door het haar te dragen in dreadlocks kun je volgens Contino de volle potentie van het kroeshaar zien. Contino vindt dat wanneer kroeshaar gekamd wordt, het haar afbreekt. Dreadlocks wordt al eeuwen gedragen. Men zegt het is vanaf Adam en Eva tijd, want men vond er was toen geen kam. Hoe zou je je haar kammen? En automatisch dit soort haar wat wij hebben, dit uniek haar, gaat sowieso klitten wanneer je dat niet kan. Het is niet gemaakt om te kammen. Iemand zei me ooit eens van het kammen van kroeshaar maakt het hoofd kaal. Ik vond het zo mooi. Het kammen van kroeshaar maakt het hoofd kaal. Dus het is niet gemaakt om te kammen, zeggen wij. Laat het dan gewoon uitgroeien, klitten, lekker klitten en verzorgen, dat is het. Het heeft niet veel nodig. Het is gewoon even wassen, onderhouden, af en toe wat vitamine. En dat is het. Contino is zich ervan bewust dat er vele vooroordelen bestaan ten aanzien van mensen met dreadlocks. Ze helpt de eerste misvatting uit de wereld door erop te wijzen dat niet alle dreadlockdragers Rastafariërs zijn. Ze zegt dat Rastafariërs geassocieerd worden met dreadlocks omdat zij het veelal dragen. Ook zegt ze dat dit haar geassocieerd wordt met crimineel gedrag. Echter denkt ze dat men juist bang is voor het haar. Wij zien het als onze sterktepunt. Als je het op hebt, ben je... Ja, je bent sterk, je bent jezelf. Je hebt heel veel durf, vooral in deze tijd waar men niet zo goed opkijkt tegen Rastafariërs. Men associeert dat met slecht gedrag. Maar ik weet waarom ze bang zijn voor dit haar, is dat het een beetje vreselijk overkomt. Van, niet netjes geknipt en laat liggend, maar gewoon vooral wanneer het baard ook erbij is. Dan zegt men gewoon, het is vreselijk. Men is gewoon bang ervoor. Contino benadrukt dat dreadlockdragers ervan uitgaan dat hun kracht in het haar zit.